gaan vandaag de Deity knoop doen. Vaak wordt gezegd dat dit de Merovingian knoop is, maar dat is niet. De Merovingian knoop is een wrap, een ronddraaiende cilinder, hier ongeveer. Dit is de Deity. Voor de matrix scanners, deze knoop zit in de matrix. Het is een hele mooie knoop, alleen je ontkomt er niet aan om hier een vest bij te dragen, omdat namelijk het dunne gedeelte boven je brede gedeelte hangt. En ja, de maatschappij is volgens mij nog niet klaar voor zo'n stropdasknoop zonder een vest. Je knoopt hem met je brede zijde, die heb ik hier links. Dunne zijde rechts. Je hebt best wel wat stof nodig, maar omdat alles onder een vest blijft, of maar een trui blijft, hoef je je niet druk te maken over de lengte van je stropdas. Wat je doet is, je gaat met de brede zijde onder de dunne zijde. Vervolgens ga je midden door en krijg je slag nummer 1. Nu ga ik voorlangs, ga ik achterlangs door. Dan kom ik hier in het midden uit. Wat ik nu ga doen is, ik ga hier naar de rechterkant toe, achterlangs door, en vervolgens kom ik hier door het midden terug. Let op, je hebt hier dus nu een lus, daar haal ik de brede zijde alvast doorheen. Zij ik de brede zijde. En dan ga ik hem rustig gaan aantrekken. Zorg ervoor dat hij hem voorzichtig aantrekt. Juist de lengtes aan de dunne kant vastpakken. Aantrekken. En op deze manier heb je een hele mooie Deity knoop. Draag hem maar. Dit is echt een knoop voor zeker formele evenementen, niet te casual. Ik ben benieuwd wat de klant die ik zo dadelijk op bezoek ga krijgen hiervan gaat zeggen. Dus laat me weten. Laat me in ieder geval weten wat jij van deze knoop vindt. Dit is nu het moment om in ieder geval een vind ik leuk achter te laten. Wil je meer knopen zien, abonneer je op mijn kanaal. Laat vooral wat weten. Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het wel een schitterende knoop.